Ik ben Adriaan Peul, 36 jaar binnenvaartschipper. De vriendin van mijn ouders was een schippersdochter. Mijn broers die voerden. We waren op een verjaardag en die maand vroeg, joh, kom maar mij varen. Ik zei, nou, dat is goed, ga het proberen. Ik ben er aan boord beland. En ben 5 jaar later was ik schipper. Ik vond het leuk, ik bleef het doen. Ik ben die opleiding gaan volgen. Ik werd na 5 jaar was ik op zoek of wilde gaan trouwen. Ik had mijn vriendin die zo gek dat ik ze meekreeg. En toen werd ik gebeld door een schipper. Hij zei, ik wil een schip bijkopen, wil jij niet op dat schip gaan? Ja, het was precies de dag, exact op de dag 5 jaar af. Toen ben ik op dat schip terechtgekomen. 2-3 maanden later zijn we getrouwd. Toen zijn we samen gaan varen. Soms lijkt het wel eens lekker als je aan boord zit en je hebt het wel eens gehad van joh, lekker aan de wal. Maar ik dan nadenken om 1 of 2 dagen aan de wal te zitten, word je gek. Om gauw terug naar boord, gewoon niet weten wat de dag van morgen brengt. Met duurzaamheid ben ik nog niet heel erg bezig. Om een eenvoudige reden, dit schip heb ik pas 1,5 jaar. Dus de kosten om het bedrijf lopen te houden, rente en aflossing zijn zodanig dat de opties voor mij nog niet zo groot zijn. In de toekomst zullen we echt wel duurzaam moeten en dat verder ontwikkelen. Of, maar ja, ik heb er niet zo heel veel verstand van, maar waterstof hoor je heel veel. Dus daar misschien de toekomst in. Iedereen wordt schoner, iedereen wil schoner, het milieu moet beter. Kan je niet in achterblijven. Maar ik denk dat over het algemeen de scheep het al relatief veilig is. En als je natuurlijk een percentage ongeluk hebt, elk ongeluk is te veel. Ja, naar nul is ook een beetje optimistisch om het wel te behalen. Dus ik denk dat we al relatief veilig bezig zijn. Ja, en beter kan natuurlijk altijd. Maar dan kom je misschien ook op hetzelfde onderwerp, smartphone, tv kijken tijdens het varen. Maar ik denk dat het algemeen dat het wel goed zit. Mijn toekomst als in de binnenvaart. Ik zal zelf denk echt wat om een pensioen of nog langer binnenvaart blijven doen. Maar op welke manier? Weet ik niet. Voorlopig nog zo met mijn kinderen op het internaat en mijn vrouw aan boord. Mijn vrouw wil gelukkig ook niet stoppen. Dus dat voordeel heb ik. Dat is je droom, ja. Mijn gezin gelukkig groot brengen. Maar gewoon vooral op een eerlijke manier brood verdienen. Kan maar dat ik in de binnenvaart blijf, dat is een ding wat zeker is.